nieuwe soort voetbal wat we speelden. En ik denk, ja, misschien wel een van de beste, op de manier waarop, misschien een van de beste van de Premier League. Jean-Paul van Hekken speelt in de jeugd van VV Goes en maakt pas op 18-jarige leeftijd de overstap naar het betaalde voetbal. En dan staat Van Hekken achter de bal. En Van Hekken via Novakovic zijn vingertoppen met de 1-0 voor NAC. De nieuwe lieveling van het publiek zorgt dus voor de 1-0. Bij NAC haalt de lange verdediger het eerste elftal en ruim 2 jaar na zijn overstap naar Breda staat ineens Brighton en Hove Albion op de stoep. Hoe komen ze bij mij? Tweede niveau in Nederland. Ja, tuurlijk, ik deed het goed, maar ik speelde maar 15 wedstrijden. En nu, een paar jaar later, ken je veel mensen ook van de scouting, omdat je nu ook wel langer zit. En dan hebben ze een beetje uitgelegd hoe dat ging. Maar ja, dat is wel een manier van ook statistieken, maar ook vragen hoe de persoon zelf is. En ook als je dan over de club hebt, hoe er wordt gescout en waar ze al de spelers vandaan halen. Lijkt wel of elke speler een schot in de roos is. Brighton eindigt dit seizoen als nummer 6 van de Premier League en maakt onder leiding van manager Roberto De Zerbi enorm veel indruk. Grote trainers als Pep Guardiola zeggen zelfs dat Brighton het beste opbouwt in Europa. Wat maakt die opbouw zo uniek en wat doen ze precies? Wachten op de drukmoment en dan juist met spelen, middenvelden afhaken en dan de anderen weer inspelen. Dus eigenlijk elke keer de vrije man zoeken. En dat kwam heel vaak terug in de trainingen. En een soort van de opties die je hebt in het veld kwam ook vaak terug in de tactische trainingen. Dus het was soms op het begin was het wel, je moest wel veel nadenken. En ging ook wel eens fout op het begin bij mij. Dat ik niet per se wist. Wat zegt de Zerbi dan? Nou ja, dan zegt hij volgende keer weer beter. Of hij wordt even een soort van dat hij je triggert van hey, kom op, je moet wel scherp zijn. En de volgende keer moet je weer die bal op juist moment spelen. We hebben een animatiescherm naast het veld, een heel groot scherm. En dan heb je 20, 30 minuten. Of was vooral het begin, toen dat hij nieuw was en dat hij wou hameren op van hoe hij wou spelen. Was het echt vaak 30, 40 minuten naar het animatiescherm kijken. En dan kijken welke passen je beschikbaar hebt. En wat als die druk op jou zet, waar moet je dan naartoe, waar is dan de vrije man? Dus dat was echt vaak 5 dagen in de week. En nu is dat natuurlijk wel minder, omdat iedereen wel het idee heeft van de trainer. Elke trainer is anders en heeft weer zijn eigen ideeën. Alleen ik was totaal niet gewend om die bal lang bij me te houden en een soort van wachten op iemand tot die komt. En dan een soort van een gevoel hebben dat hij te dichtbij komt. Maar ja, dat is eigenlijk de bedoeling. En dan is de afstand weer langer naar degene waar je naar je paast of de vrije man. Dus ja, uiteindelijk na een paar weken denk je, hé, hij heeft wel gelijk. En als ik dat doe, dan heeft die andere meer tijd. En dan kunnen we zo er tussendoor voetballen. Ja, ik zie wel een andere Van Hekken. Ik zie wel een Van Hekken die ongelooflijk goed aan de bal is. Stabiel. Kijk, en de Serbië wil heel graag het lokken van de tegenstanders. Dat ze druk op je zetten. En dat je dan toch nog als centrale verdediger rustig blijft. En de goede keuze kan maken. Ja, je ziet gewoon dat hij dat zoveel heeft getraind. Dat hij is daar gewoon comfortabel mee. En ik denk dat dat het belangrijkste woord is. Hij is comfortabel met de speelwijze. En dat heeft dus gewoon met goed trainen te maken. Ja. En uiteraard ook met talent bij Jean-Paul van Hekken. Hè? Ook duidelijk. Eerste wedstrijd moet ik wel eerlijk zeggen. Toen ik speelde was ik wel echt aan het over nadenken. Over van, oh, waar moet ik naartoe? Wat zijn de opties? Moet de bal lang bij me houden? Alleen nu is het echt automatisme. Weer zo. Je hebt al wedstrijden gespeeld. En je hebt al veel getraind erop. Dus ja, je weet gewoon wat je moet doen. Ja, want jullie hebben in principe met de keeper nog een extra centrale verdediger erbij, toch? Ja, klopt. Nee, die staat soms gewoon naast je te voetballen. En hij is ook heel goed aan de bal, allebei. Dus dat helpt ook enorm. Is er ook een verboden paas onder leiding van De Zerbi? Welke paas mag je absoluut niet geven? Nou, hij wil niet graag dat je die bal zonder druk zomaar wegspeelt naar de zijkant. Of hij moet echt helemaal vrij zijn. Maar hij wil wel wachten tot de tegenstander komt. Een soort van lokken en dan zorgen dat er ruimte valt op middenveld of bij de spits en dat je dan vooruit kan voetballen. Dit moment van de bal onder voet. Ja. Kun je ons eens meenemen? Manchester City gaat druk zetten. Wat is hier precies in deze opzet, zoals je hem hier ziet, de bedoeling? Nou ja, sowieso je ziet de twee centralen redelijk dicht bij elkaar. Alleen niemand geeft mij nu eigenlijk druk. En je ziet Caicedo is volgens mij met Gilmore vlak bij elkaar. Ja. En het is nu eigenlijk 4-3. Dus als Bernardo Silva nu op mij druk zet, dan speel ik naar Caicedo. En Caicedo speelt naar Gilmore. En Gilmore is dan de vrije man. Volgens mij speelde ik hem naar Caicedo. Ja, klopt ja. Caicedo speelde hem terug naar mij. Toen gingen we volgens mij de andere kant op, omdat de lijnpaas werd geblokkeerd. Zorgen dat je meer ruimte hebt en dan dat de vrije man met zijn gezicht naar tegenstander goal een paas naar voren kan geven. Je kan dit wel trainen.
En alleen het is moeilijk soms te zeggen hoe de tegenstand daarop reageert. Van Hekken komt regelmatig in actie bij Brighton. Bijvoorbeeld tegen Manchester City. De verdediger van Jong Oranje neemt het op tegen Erling Haaland en krijgt na afloop lovende reacties. Bijvoorbeeld bij dit specifieke moment. Ja, bal komt in de 16 en komt voor mijn voeten en dan achter mijn standbeen langs. Ja, jij zegt het met heel veel gemak, want Haaland staat bij jou in de buurt en jij haalt hem achter je standbeen langs en je blijft doorvoetballen. Ik vroeg het, voordat we net in opname gingen, vroeg het al aan je is dit vooral de Van Hekken die heel veel zelfvertrouwen heeft en gewoon onder elke druk dit durft te doen? Of heeft het ook te maken met de Serbië die van jou eist dat je onder elke omstandigheid blijft voetballen? Jawel, alleen dit is niet natuurlijk dat een trainer van jou eist om een achter de standbeen te doen in de 16. Alleen op dit moment, ik weet nog, het bak me voor mijn voeten en ik zag 3 man om me heen. En ik dacht dat daar de ruimte was. Heel snel hoor. En het ging eigenlijk op intuïtie. En dan ziet het nu heel leuk uit. Maar ja, kan natuurlijk als je me verliest en hij zit in het netje, ziet het niet zo mooi uit. Alleen nu is het natuurlijk een mooi moment. En ik kreeg ook veel berichten over, dus dat is wel leuk. In welke opdracht krijg je in eerste instantie van de Serbië mee met betrekking tot Haaland? Zorgen dat hij kort blijft. Niet te kort dat hij bij je kan wegdraaien en dat hij weg is. Maar wel zorgen dat hij een bal aanneemt, maar niet kan draaien en het zo moeilijk mogelijk maken. Alleen mijn opdracht was eerst, want ik weet niet, de eerste 2 minuten ging Bernardo Silva op zijn eigen 16 staan. En ik moest doordekken op Bernardo Silva, alleen ik stond bijna op de 16. En dan geeft hij gewoon aan van, ook al moet je hem in de 16 volgen, je volgt hem gewoon en je zorgt dat je daar druk zet. We geven daarmee aan dat wij vandaag alles gaan doen om die bal te veroveren. Dus dat zelf krijg je natuurlijk wel een goed gevoel van. En ik denk dat het ook wel een kwaliteit is van mijzelf, dat ik wel goed kan doordekken en met ruimte in mijn rug kan spelen. Dat is wat hij ook verlangt. Laten we Van Hekken als voorbeeld nemen. Ja. Maakt enorm veel indruk in de wedstrijden die hij speelt bij Brighton vanuit een specifieke rol, vanuit een specifieke speelwijze. Ja. Neem jij ook dat soort invloeden, dat soort informatie en dat soort ontwikkelingen mee in jouw plan? Nou, ik kijk wel hoe wij willen spelen, zeker. Als hij bij een club speelt waar eigenlijk alleen maar gevraagd wordt dat hij die bal zo snel mogelijk naar voren moet schieten en aansluiten. Ja, dan kan je van hem heel moeilijk verwachten dat hij op basis van 1 of 2 trainingen iedere keer de middenvelder gaat zoeken en de vrije middenvelder weet te vinden. Ja, dus dan is het heel lekker als Van Hekken bijvoorbeeld bij Brighton met de Serbië werkt. En die heeft ook het principe van, hey, we zoeken naar die middenvelders en we willen daar het overtal uitspelen. Ja, dat maakt het voor ons echt een stuk makkelijker. En dat kan wel een doorslaggevende factor zijn van, hey, begin ik met iemand of begin ik niet met iemand, of selecteer ik hem of selecteer ik hem niet, zeker. Maar hem hoef je minder informatie te geven, omdat hij de uitgangspunten van die speelstijl, die kent hij bij zijn rol binnen die speelwijze, binnen die ideeën die je hebt, die kent hij. Dus dan gaat het soms op detailniveau waar je net iets anders wil. Het is ook niet zomaar dat het een kopie is van wat ze daar doen, maar het komt wel in de buurt. Spreek je daar ook over met hem? Ja, tuurlijk. Tuurlijk, want wat voor gesprekken zijn dat dan? Dat zijn voetbalinhoudelijke gesprekken. We hebben ook gesprekken over natuurlijk gewoon hoe het met hem gaat en hoe hij zich voelt. Ook dat soort dingen. Maar ook wel over hoe zij die speelwijze daar trainen bijvoorbeeld. Van, hey, hoe brengt die trainer dat bij jullie erin? Ja, die heeft natuurlijk iedere dag de tijd. Dus die haalt. Ja. Hij heeft een bioscoop, hè? Is dat hier op de campus ook mogelijk bij Oranje? Nou, zover heb ik het nog niet voor elkaar gekregen. Na een mooi seizoen bij Brighton wacht de volgende uitdaging. Het EK met Jong Oranje. Van Hekken kijkt met veel vertrouwen uit naar het toernooi in Georgië. Nou, ik denk dat we een goed team hebben. We hebben een goede staf. En ik denk als je naar een toernooi gaat, dan ga je daar naartoe om te winnen. En wat ik zeg, we hebben een goed team. Dus ik denk dat het vertrouwen er is. We hebben een moeilijke pool. Alleen het is alleen maar mooi om tegen zulke tegenstanders te spelen. En dan kan je laten zien wie de beste is. We hebben tot nu toe het ook wel op een bepaalde manier gedaan al die jaren. We hebben goede energie volgens mij in het team zit. We willen snel de bal terug op een bepaalde manier. Voetballend willen we ook wel wat dingen. Alleen, en dat heb ik net ook tegen deze jongens gezegd, we zijn 2 jaar ongeslagen met dit team. Alleen, we moeten ons geen zand in de ogen strooien, want we hebben natuurlijk niet tegen de topteams gespeeld. We hebben het wel tegen een aantal subtoppers gespeeld, maar niet tegen Portugal, niet tegen, wel tegen België, maar niet op hun best. Dus ja, wij moeten nu bewijzen dat we wat we 2 jaar hebben gedaan, met al die dingen waar we het net over hebben gehad, dat we die ook tegen het hoogste niveau uit kunnen voeren.